Goedenavond. Mijn naam is Uma Kodongo. Van harte welkom bij de grote Kwaku Kodongo quiz, waarbij de geschiedenis door een donkere bril wordt bekeken. Hier is uw quizmeester en mijn oom, afrohistoricus professor Kwaku Kodongo. Goedenavond, dames en heren. Goedenavond. En welkom bij de grote Kwaku Kodongo quiz, waar we vandaag de geschiedenis zullen zien vanuit het Afrikaans perspectief en niet vanuit het Eurocentrisch perspectief. We hebben twee kandidaten hier vandaag die graag aan u voorstel. Goedendag, wat is uw naam? Mijn naam is Gerald Bruma. Goedenavond, broeder Gerald. En wat doet u in het dagelijks leven? Ik ben docent. Docent? Op een middelbare school. Kijk, slimme zwarte mensen. Goed zo. En waar komt u vandaan? Suriname. Uit Suriname. Goed zo, broeder. Goed zo. Goed zo. En naast u? André Watman. Vriend André, welkom. We gaan beginnen. En het is heel belangrijk om de eerste ronde goed op te letten. U heeft allebei een drukknop. Als u even drukt, kunnen we horen welk geluid bij u hoort. Als u wilt drukken, broeder Gerald, heel graag. Wilt even drukken op de knop. U heeft het geluid van de Afrikaanse leeuw. En een olifantje. We gaan naar de associatieronde. Hier hoef je niet te drukken. De bedoeling is dat ik een woord of een naam noem en u geeft de associatie zwart of wit. Is het duidelijk? We beginnen bij de eerste en dat is de naam Michael Jackson. Zwart. U zegt zwart? Goeie muziek. Nee, zwart of wit, meneer. Dit zijn onze regels. Ik weet dat u altijd het ene aan het probeert over te nemen, broeder. Maar toch even voor de duidelijkheid, zwart of wit. Zwart. U zegt ook zwart. Waarom zegt u zwart? Omdat hij zo geboren is. Omdat hij zo geboren is. Ja. Ja, dat is weer een... Ja, ik vind het een beetje vooroordelig, maar... Daarvoor kan ik u helaas geen punten geven. Broeder Gerald, uw antwoord was hartschuiver. Het is zwart natuurlijk, want we weten allemaal dat Michael Jackson de mooiste zwarte muziek maakte. Dank u wel. Vriend André heeft nog alle kansen om in te halen, dus voelt u zich vooral niet achtergesteld. We doen het hier allemaal heel vriendschappelijk. De tweede associatie. Geld. Vriend André, u mag eerst antwoorden. Wat zegt u? Zwart of wit? Wit. 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 U zegt ook wit? Goed zo, want een zwarte man hoort wit geld te verdienen, toch? Dat is het, ja precies. Ja, helaas kan ik uw antwoord niet goed rekenen, vriend André. Want ik zag dat u in principe zwart wilde zeggen, want dat is uw eigenlijke associatie. Omdat ik weinig blanken ken die hun geld wit verdienen. Maar ja, helaas, voor deze vraag nog geen. Maar u maakt nog alle kans, dus blijft u vooral stug doorgaan. Gelukkig. We gaan naar de derde vraag, de derde associatie, Bounty. Broeder Gerald, wat denkt u? Wat wit. Is wit. Zwart. U denkt zwart? Tropisch eiland. Tropisch eiland, zwart. Nee, het is bruin, meneer. Het is chocoladebruin. Maar ik begrijp de vergissing die u maakt. Het is u vergeven. Gelukkig. Het is u vergeven. Het komt door de jarenlange indoctrinatie die u heeft moeten ondergaan. Dat u chocola als zwart ziet, maar het is bruin. Dus ik ga het goed rekenen van broeder Gerald. En wat is de tussenstand inmiddels? 3-0. 3-0, mooi zo. En ja, omdat het natuurlijk, u begrijpt het, het is de eerste ronde, dus krijgt hij een bonuspunt erbij, omdat hij alle drie goed heeft, dus het gaat, is 4-0. We gaan naar de tweede vraag, dit is Black Man's History. We zien hier een foto van een van de belangrijkste historische zwarte figuren uit de samenleving. Het is namelijk George W. Carver, oftewel George Washington Carver, geboren op 12 juli 1861. Deze man is van onbeschrijfelijke waarde voor de gehele mensheid geweest. Gemeensheid. Ja, fucked up, dat wat. Hij is van onbeschrijfelijke waarde voor de hele mensheid geweest. Mensheid. Hij is belangrijk geweest. Tot op de dag van vandaag genieten miljoenen mensen nog dagelijks van het product waarvan hij de grondlegger was. U krijgt drie alternatieven, die worden voorgelezen door Uma. Zo gauw ze de laatste heeft genoemd, mag u drukken. Ja? Was het? A.
bananenshake, B, pindakaas of C, fried chicken? U moet wachten met drukken totdat alle drie antwoorden zijn geweest. U kunt nu drukken. Sorry, ja, het is... U mag het zeggen, broeder Gerald. Wat denkt u? Pindakaas. U denkt pindakaas? Wat dacht u? Dat dacht ik ook. Ja, u luistert goed naar wat de leraar u zegt. Past mij heel snel aan. Ja. En het klopt ook helemaal. Het goede antwoord is pindakaas. We kijken even naar een filmpje dat gemaakt is door de leerlingen van de Kwaku Kodongo Kunstacademie. Want deze man heeft 300 verschillende manieren ontwikkeld om pindas te benutten. Van lippenbalsem tot uiteindelijk pindakaas. Wie is daar niet groot mee geworden? Hè? Vriend André weet daar alles van. Ja. We gaan naar de derde vraag. We horen vaak het verwijt dat Surinamers laat zijn. Tegendeel is waar. In veel zaken zijn Surinamers de eerste. Een Surinamer genaamd Louis Bouy was in 1930 de eerste. Maar waarvan of van wat was hij de eerste? Zelf dat zo net wanneer alle drie alternatieven zijn geweest, mag u drukken. Uma? Was het A, de eerste gouden medaillewinnaar op de hinkstapsprong? Was het B, de eerste vliegtuigkaper? Of was het C, de eerste horlogemaker? Is er een probleem? Ja, hij deed het niet. Hij doet het niet? Nee. Nou, ik geloof dat u ons vals beschuldigt dat onze apparatuur niet doet. Maar broeder Jari, mag het eerste antwoord geven, wat denkt u? Horlogemaker. Horlogemaker, wat denk u persoonlijk? Vliegtuigkaper. Ja. Ja, het moet een criminele... Nou, helaas, broeder Gerald, treft het mij diep in mijn hart dat u dit niet wist. Want ik moet het dit keer toch het punt geven aan uw tegenstander. Het is zo dat deze man de eerste vliegtuigkaper in de geschiedenis was van de mensheid. We kijken weer even naar een filmpje van de Kwaku Kodongo Kunstacademie. Op dinsdag 9 augustus 1930 lazen we in de krant een Surinamer, Louis Bouy genaamd, die in het Amerikaans leger dient, had in New Orleans een motorrijwiel gestolen en zou deswege voor de krijgsraad verschenen. Op de morgen van de behandeling van de staakstelling op vliegmachine steeg er mee op en daalde later weder. Het doel van hem was om met de vliegmachine naar zijn geboorteland Suriname te vliegen, maar de Amerikanen, zo zuinig als blanken zijn, hadden uiteraard te weinig benzine in het toestel. Het is helemaal goed, vriend André. Mooi. Blij dat u onze geschiedenis zo goed kent. Ja, ja, het is heel bijzonder. Deze man was een wapenontwerper en heeft een vliegtuig zonder ooit de opleiding gehad te hebben. Heeft hij opgestegen en weer geland en dat gewoon door de manual te lezen. Dat is wel heel goed. Zwarte held, absoluut, een zwarte held. Ja. En ik wil ook daar hier bij de geschiedenis recht trekken, dames en heren. U weet het dus nu zeker, het is geen Boeing 747, maar een Boeing 747. Dank u wel. Wat is de tussenstand, Uma? 1-5. 1-5, goed zo. We gaan naar de enveloppenvraag. De enveloppenronde. Uma heeft hier twee enveloppes. Een witte en een zwarte enveloppe. En omdat u achter staat, vriend André, mag u als eerste kiezen. Wilt u een vraag uit de witte envelop of een vraag uit de zwarte envelop? Uit de witte envelop. Uit de witte envelop, ik dacht het al. Ja. Dat wil zeggen, broeder Gerald, dat u natuurlijk een vraag krijgt uit de zwarte envelop. En omdat u... de tweede keuze had, mag je als eerste vraag beantwoorden. We kijken even naar een fragment. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream. Ja, sorry hoor, ik word altijd een beetje emotioneel als ik... Ja, dankjewel. Maar de zwarte vraag, het was natuurlijk een bekende speech van dominee Martin Luther King. En nu komt de vraag. Maak de volgende zin af uit deze speech. I have a... puntje, puntje, puntje. I have a dream. A dream, dus helemaal goed, helemaal goed. 1 punt. Maar, broeder André, u kunt
Je kunt 4 punten scoren met het goede antwoord uit de witte envelop. Voor u de vraag uit de witte envelop. Uit hoeveel woorden bestond deze speech? ...3825 woorden. Nee, veel te veel. Het waren 1667, oftewel 1667. Helaas, wat weet u nog het sportjaar 1667? Een belangrijke gebeurtenis in Nederland. 1667? Onderwijzer, weet u dat? Helaas niet. De Vrede van Breda werd ondertekend. Dat weten wij zwarten nou weer wel. Ja, dat is wel. Maar het is u vergeven, het is u vergeven. Ik ben blij dat u mee heeft gedaan. En de einduitslag uiteindelijk, Uma... 6-1. 6-1. Black survives, black wins. Oké, maar natuurlijk sturen we iedereen... Wat zijn die mensen cadeautjes? Hier. Oh, ik dacht al. U krijgt van mij allebei een donkere bril om de geschiedenis beter te kunnen bekijken. En dat zijn speciale Kwaku Kodongo Quiz donkere brillen. Ik hoop dat u er goed gebruik van maakt voor u allebei één. Bedankt voor het meedoen. Dames en heren, broeder Gerald en vriend André. Dank u wel.